Dinsdag 23 maart is in Borger het oud-Hollandse snoepwinkeltje Het Wijsneusje geopend. Voor de eigenaren van pannenkoekrestaurant De Deugniet gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Door de corona zijn wij eigenlijk op het idee gekomen om de snoepwinkel hier te beginnen. En ja, we hebben het altijd een lang gekoesterde wens gehad. En ja, die is nu uitgekomen. Door binnen een paar weken tijd zo'n winkel als dit neer te zetten. Daar zijn we wel heel erg trots op. De snoepwinkel brengt de sfeer van weleer naar vandaag. Nou, dit is natuurlijk het oud-Hollands, hè? Dat geeft het alweer. Dus je hebt een duim erop, zoethout. Nou, deze hele stelling staat vol, hè? Tum-tum, kaneelstokjes, stroopsoldaatjes. Eigenlijk alles wat oud-Hollands is, dat hebben we. En je moet eigenlijk de oude, de beleving weer krijgen van, je kan het wegen. Het is de beleving die je moet hebben. De meeste winkels zijn momenteel gesloten. Toch mocht het Wijsneusje haar deuren openen. Ja, we hebben nagevraagd bij de gemeente, want dat was wel ons dingetje van ja, we moeten weten of we open mogen, ja of nee. Maar het was geen probleem. Naast ons bedrijf mogen wij de andere producten verkopen, mits het niet de overhand hebt. En ze gaven ons binnen 10 minuten eigenlijk akkoord, waar we heel blij mee zijn. Dan kunnen we in ieder geval wat binnenhalen. Nee, we zijn nu toch van dinsdag tot en met zaterdag zijn we geopend, vanaf 11 uur tot 5 uur. En dan straks, ja, dat is in de toekomst kijken, als we het seizoen open hebben, dan zal de tijd alweer aangepast worden. Maar zoals nu is het van dinsdag tot met zaterdag vanaf 11 uur tot 5 uur. Veel mensen kwamen al een kijkje nemen. Speciaal voor de opening konden zij een verrassingszak kopen. En wat erin zit? Dat is eigenlijk de verrassing. Dus, ja, in de verrassingtas zitten allemaal een greep uit de verschillende snoepjes. We hebben wat van tun erin, maar er kan ook duim erop wat in zitten. Er kan ook een kaneelstok in zitten, zoals u achter u staat. Er kan een lolly in zitten. We hebben gewoon een diversiteit gemaakt van alle snoepsoorten die wij hebben. En die hebben we in één zak gestopt. Dus het is eigenlijk echt een verrassing. De klanten zijn in elk geval enthousiast. En ook Niels ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ja, we hebben er heel veel vertrouwen in. Ja, het is ook heel spannend. Ja. We hebben natuurlijk 70 jaar hebben de pannenkoekboerderij. En dat is natuurlijk heel wat anders dan een winkel. Het is pannenkoekbakken. Ja, dit is iets nieuws. Maar we hebben er zeker vertrouwen in.